Zoé. Hallo, in deze video bespreek ik de volgende drie boeken. Tim Krabbe, Het Gouden Ei, Arnold Grunberg, De Man Zonder Ziekte en Marente de Moor, Roundhead Tuinscène. Het Gouden Ei is het meest succesvolle boek van schrijver Tim Krabbe. Na schrijver is hij ook schaker en amateur wielrenner. Dat vertel ik er even bij omdat hij naast romans ook boeken over die twee sporten heeft geschreven. Het Gouden Ei wordt vaak gelezen en omdat het minder dan 100 pagina's telt, is dat voor veel leerlingen een reden om het op hun lijst te zetten. Gelukkig is het boek veel meer dan alleen een snel tussendoortje. Voordat ik bij het verhaal kom, wil ik eerst even een grote frustratie kwijt over de titel. Sorry Tim, maar een gouden ei als symboliek is wel heel treurig. Beetje Willy Wonka-stijl. Gooses! Geeses! I want my geese to lay gold eggs for Easter. It will, sweetheart. At least 100 a day. Anything you say. And by the way... What? Het lastige aan het bespreken van dit boek is dat je al snel te veel vertelt. Daarom beperk ik me tot de personages. We hebben te maken met Saskia en Rex, een Nederlands stelletje dat met de auto op vakantie is. Daarnaast hebben we een verknipte Fransoos Raymond, die met zijn zieke geest het plan heeft opgevat op iemand anders zijn eigen nachtmerrie te laten ervaren. En dat moet de perfecte misdaad worden. Bekijk vooral ook de verfilming met de titel Spoorloos. Alhoewel dat vaak niet geldt bij verfilmingen, is deze film misschien wel net iets beter dan het boek. Vous êtes un menteur. Menteur? Non, je ne mens. Non. Oui? Et je veux Vous l'avez violée, Saskia. Si elle est morte, je vais mourir moi aussi. Het mogen duidelijk zijn dat het om een spannend verhaal gaat. Het leesniveau is makkelijk. Tim Krabbe schrijft korte, goed leesbare zinnen en vlotte dialogen. Er kleedt nog wel een nadeel aan als je zo'n boek als Het Gouden Ei op je lijst zet. Je docent kent dit werk namelijk van achter naar voren en zal je met een beetje pech tijdens het mondeling examen het vuur aan de schenen leggen. Arno Grunberg is een schrijver met een vlotte pen. Naast vele boeken en verhalen schrijft hij al enkele jaren dagelijks, dus elke dag, een korte voetnoot op de voorkant van de Volkskrant. Je moet er maar kunnen elke dag iets zinnigs schrijven. In zijn werk is altijd wel een vorm van absurdisme te vinden. Zijn verhalen zijn niet ongeloofwaardig, maar wel absurd. Kenmerkend bij Grunberg vind ik de ervaring als lezer dat je meeleeft met een personage en dat je dan denkt, Oh nee, doe dat nou niet! Precies zo'n ervaring zit meerdere keren in De Man Zonder Ziekte. Sam, een Zwitserse architect van Indiase afkomst, heeft een ontwerpwedstrijd gewonnen en reist af naar Bagdad. Zonder iets te verklappen kan ik dat bezoek afdoen met de mededeling dat dat een traumatische ervaring wordt. In het tweede deel van het boek gaat diezelfde Sam hoopvol naar Dubai, omdat zijn architectenbureau een eervolle opdracht van een rijke sheik heeft gekregen. Deze tweede reis richting het Midden-Oosten gaat hem echter niet heel veel beter af. Je merkt, ik wil niet te veel verklappen, maar dat het falen van Sam centraal staat is denk ik wel duidelijk. En het helpt natuurlijk niet dat deze Sam een nogal naïeve wereldverbeteraar is. Het verhaal doet een beetje denken aan Het Proces van de Duitsstalige schrijver Franz Kafka. Ook in dat verhaal overkomt het hoofdpersonage van alles in een wat het lijkt absurde wereld. En elke beslissing maakt het alleen maar erger. De Man Zonder Ziekte is een makkelijk te lezen boek. De stijl is toegankelijk, de dialogen beknopt en zakelijk. Als je houdt van wat tenenkrommend absurdisme en een wereld waarin vervreemding en onvermogen centraal staan, dan zul je zeker plezier beleven aan dit boek van Grunberg. Marente de Moor is een van de weinige mensen die precies weet hoe ze er later uit gaat zien. Haar moeder Margriet de Moor is ook schrijfster en het lijkt erop alsof Marente gewoon de jongere versie is van haar moeder. Let op, hier is Margriet de Moor en hier heb je Marente de Moor. De tweede roman van Marente de Moor, De Nederlandse Maagd, over een Nederlandse schermster in de jaren 30, werd maar liefst twee keer bekroond met een literatuurprijs. Haar derde roman, Roundhead Tuinscène, volgt op dit succes. In het boek springen we terug in de tijd naar de 19e eeuw. De tijd van uitvinders, spiritualiteit, een patentenoorlog en de opkomst van fotografie en film. Een boeiende tijd dus voor een verhaal waarin het hoofdpersonage, althans degene om wie het verhaal draait, een uitvinder is. We noemen zo'n roman waarin het verhaal is gebaseerd op historische gebeurtenissen, overigens een historische roman. De uitvinder Valérie Barr is gebaseerd op een bestaand persoon, Louis Le Prince, die ver voordat Edison en Lumière met hun filmpjes kwamen al een film had gemaakt. Deze film duurt slechts 2 seconden, dus let op.
In Roundhead Townsend komen nogal wat namen en pseudoniemen voor. Thomas Edison bijvoorbeeld is een wat oude en nukkige man en wordt in het boek de verduisteraar genoemd. Wat hij precies verduistert en wat de gevolgen daarvan zijn, daar kom je langzaamaan achter. Zo geeft dit boek echt een inkijk in een historische tijd. Altijd maar weer die recensies. En bij vlagen briljante roman waarin de gedachte vergankelijkheid en vergeefsheid de lezer uiteindelijk verbluft achterlaten. Een fijne roman. Wat een plezier kun je erin vinden en wat is het leuk om een roman te lezen van iemand die gewoonweg erg veel zin had iets moois te maken. Het leesniveau van het boek zou ik willen bestempelen als lastig. Dat heeft deels te maken met de schrijfstijl van de Moor. Alhoewel ik vind dat ze prachtige zinnen schrijft, is het lastige dat er weinig tot geen dialogen in het boek staan. Alles speelt zich af in de hoofden van de personages en als lezer hop je heen en weer. En dat maakt dit boek niet voor iedereen geschikt.